vrijdag 13 februari organiseert de stad Lokeren een spetterende tienerfuif. Het evenement richt zich op 12 tot 15-jarigen en zit boordevol leuke activiteiten. De fuif is georganiseerd als een echte volwassen fuif met security, met echte lokale DJ's. Er is ook heel veel animatie met een kapsalon, neontattoos, een fotoboot. De stad wil vooral een ontmoetingsplaats aanbieden voor de jongeren, maar op een veilige manier. Het is een zeer veilige fuif, aangezien wij ook een kiss and ride zone voorzien waar ouders en kinderen kunnen afzetten en terugkomen ophalen. En ook in de zaal is een externe security firma aanwezig, als ook hebben we heel veel vrijwilligers die de veiligheid zullen garanderen voor alle aanwezige tieners. Het feit dat het een veilige fuif is, helpt wel mijn ouders geruststellen dat er ook geen alcohol en zo is. Het is vooral aangenaam om met mensen te feesten, ja, van je eigen leeftijd. Want als je dan zo naar een fuif gaat, is het meestal met veel oudere mensen en het is toch een beetje ongemakkelijk. Het is van 8 tot 12 uur. Ze moeten zich zeker niet vooraf inschrijven, maar het is altijd wel leuk om hun aanwezigheid te bevestigen op onze Facebookpagina. Bovendien is deze fuif helemaal gratis. Noteer dus alvast 13 februari in je agenda en neem nog een kijkje op de Facebookpagina Tienerfuif Lokeren.